Hey mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Het weer is niet heel erg goed, dus het zal geen lange worden. Maar we staan er weer even bij het Arendgebouw, of wat daar nog van over is. Alleen de punt eigenlijk nog, want de rest is nou helemaal één betoncasco. Zowel aan deze kant als aan de andere kant zag ik net. Dus ik ga ook nog even aan de andere kant kijken. Nogmaals, het kan niet heel erg lang vandaag, want het misert een beetje. Het is een beetje jammer, maar goed. Wouden we het toch even doen, want ik wist dat ze vandaag een stukje verder zouden zijn. Nou, ze zijn een heel stukje verder, mag ik wel zeggen. En dit is de zijkant, in een soortje hondenweer. En hier ligt die trap die er aan de zijkant zat, die hebben ze alvast verwijderd. De plaats die daar nog steeds voor het raam aan de zijkant, die is blijven zitten. En er wordt nou toch echt heel hard gesloopt op dit moment, in de regen. En hier aan deze kant ligt nog een deel van de trap. En allemaal puin en veel kapotte ramen. Jongen, jongen, jongen. Nou, het gaat nou hard, net als die regen trouwens. Wat een klerenweer. Maar goed, het moest gewoon even, moest er even geweest zijn. Ja, na een paar weken dat het niet zo hard ging, gaat het nu ineens dubbel zo snel. Zo. Boven geen ramen meer, daaronder zijn ze allemaal kapot. Nou ja, daar aan die andere kant, daar is alles nog hetzelfde. Dat stond ik in de laatste video. Jongen, jongen. En dan verdwijnt het zomaar. Daar nog een sticker op het raam van het beveiligingsbedrijf. Nou, er valt niet veel meer te beveiligen nu hoor. Alles is kapot. Wel een troosteloos weer, dat is wel jammer. Ik had op deze dag even wat beter weer willen hebben. Ze gaan hard, net als de motregen. En ik ga Thomas zijn hard weer terug richting het subtropische Noordgewouden. Het gaat niet echt heel veel worden vandaag. Maar goed, ik ben er in ieder geval toch even geweest. Ik heb het toch nog even laten zien, even goed. En ik ga hierbij zeggen, tot de volgende. Het was een kortje dit keer.